Gijs, we staan bij Sintje. Sintje is een knuffelkoe. Vertel eens, waarom, waarom knuffel je met een koe? Nou, en het is sommige mensen die uit de stad komen, hè, dus niet van het platteland, die weten wel wat een koe doet, die geeft melk. Maar die weten niet hoe betrouwbaar en hoe fijn het kan zijn en hoe zacht een koe is. En Sintje is, vindt het goed, want Sintje is dit gewend. We hebben ook, niet elke koe in de koeienstal is geschikt voor het koeknuffelen. Maar deze is ook meer geweest met huwelijksceremonies en van een personeelslid, moet ik zeggen. En ja, dan is het gewoon een beetje gewend aan de mensen. Die kan je, die kun je ook gewoon bij je kop aaien. Dat vindt het helemaal niet erg. Kun je gewoon zo knuffelen. Hè? Hé, hey, maar eigenlijk is Sintje net zoals een hond, toch? Ja, het is, een koe is eigenlijk gewoon een hond, alleen groter. Iets minder zacht natuurlijk, hè. En het is officieel minder een knuffelbeest. Ja, het is en een werkdier. En het past natuurlijk niet zo goed op de bank. Nee, ik denk als je... Deze weegt 800 kilo. Oké. Okay. En als jij die op de bank zet, ik denk dat je bank het niet houdt. Alexander, jij woont hier op de boerderij. Ja. En jullie hebben de knuffelkoe. Ja. En volgens mij kun jij daar allerlei leuke dingen mee doen. Ja, je kan hem vooral eigenlijk ook wel op zitten. Dat doen we dan ook wel heel soms vaak als die dan ergens staat. En je kan er niet heel veel kuntjes mee, eigenlijk vooral op zitten. Maar bijvoorbeeld sommige mensen doen ook mee aan de kalverfok. Ik weet niet meer precies hoe dat heet. Maar aan de kalverfok opleiding of zo. En dan kunnen ze met kalfjes gaan ze dan rondjes lopen. En dan gaan ze allemaal dingetjes. En dan maken ze de koe helemaal schoon en helemaal mooi. En dat doe jij ook? Dat doe jij ook aan mee? Nee, kalfjes. Heb ik nog niet echt nooit aan meegedaan. Je hebt hier wel kalfjes, heb ik gezien. Hè? Hoeveel kalfjes staan hier? Dat soms ligt het er wel aan, want we hebben wel veel hokken. Maar niet altijd zitten ze vol, want we hebben ook een hok dat ze dan bijvoorbeeld de kalfjes dan groot worden gebracht en dat ze dan weer weggaan en dan kan je ze weer kopen. Oké. Okay. Hey, maar met kalfjes knuffel je daar ook wel eens mee? Vooral als je dat dan op het begin doet, dan worden ze ook steeds, dan denken ze ook wel van oh dat kan wel, dus dan zijn ze ook minder bang steeds. Dus als je dan bijvoorbeeld die koe dan weer terug en dan ga je al aaien, dan voel je wel echt dat hij dan niet bang is, want sommigen gaan dan helemaal terug. En ze zuigen natuurlijk ook wel aan je vingers. Ja, hè? En dan doe je soms je hand erin en dan gaan ze met een hele tong, want dan hebben ze nog niet hele scherpe tandjes. Nee, ik denk dat je dat bij Sintje niet moet doen, nee. Want dan mis je denk ik wel een vinger, ja, of niet? Ja, want Sintje gaat dan soms wel likken natuurlijk, maar niet echt dat je met je hand erin kan. Wil jij eens even laten zien wat jij met Sintje kunt? Even knuffelen en dan kun je er even op gaan zitten. Nou, vooral kan je natuurlijk meer knuffelen, opzitten. Ik weet niet of dat deze echt kan, want bij sommige koeien ligt dat er wel aan. Want soms vinden ze dat ook nog wel spannend, omdat ze dat nog niet heel vaak hebben gedaan. Of bijna nooit eigenlijk. Oké, okay. Dan ga er eens op zitten. Ja, dat kan. Laat zien hoe je dat doet. Vaak ga je dan er zo op en dan... Zit je zo eigenlijk op. Oh, wat goed hé. Dat is echt stoer. Ja. En dan kun je er helemaal op gaan liggen voor. Ja, kan je eigenlijk zo. Oh, dat is nog een echte knuffel hè. Ja. En volgens mij vindt Sintje het wel leuk. Ja. Want hoe zwaar is Sintje? 800 kilo of zo. Weet niet precies. Kan je even helpen met de afkomen? Want hè, gaat een beetje moeilijk. Nou, wat een avontuur. Hartstikke goed, ja. Hey, en denk je dat er nog meer Sintjes komen? Zulke lieve koeien als zij is? Ja, vaak gaan er dan ook wel van de speeltuin gaan dan kinderen ermee echt knuffelen. Dus dan, of hun hand erin doen en dan denken ze helemaal van wow, ze gaan helemaal natuurlijk aflikken. Dus dan vinden ze dan ook wel soms heel cool. Ja.